Hallo iedereen, welkom in een nieuwe Minecraft Survival. Dit is mijn eerste film of video, dus er kan waarschijnlijk wel zeer veel beter in het vervolg. Het is op de PlayStation dat ik speel, dus ja. De controls ben ik nog niet helemaal gewoon. Ik speel ook nog niet zo lang. Dus ja, we gaan zien hoe dat we het ervan afbrengen. Ik ben gestart met een bonuskist. Het is dom van mij om nu al in de desert te gaan, maar goed. Dus ik heb al een paar dingen, niet veel. Oh, niks eigenlijk. Kaart krijg je hier sowieso. Dus ja, we zullen zien hoe we het ervan afbrengen. Is altijd handig. Sugarcanes. We gaan uit de desert gaan, want hier kan je niet veel vinden. Dieren en zo. Oh, village. Kijk eens aan. Allee, loop. Dat is al een zeer goed begin voor ons. Leven mee dan toch? Oh, ik hoor al zombies. Dat is een minder goed begin, maar goed. Ik hoop dat ze smid hebben, want die heeft altijd een kist. Alleen op de computer toch? Ja, ik speel ook Minecraft op de computer. Nee, ik denk het niet. Het ziet er maar een kleine village uit. Het leven is lastig, inderdaad. Worteltjes, dat slaat twee leven. En hartjes, voetstappen. Hallo, smaragd, voertuigen. Ik heb geen tarwe momenteel. Ik heb wel extra voedsel. Wortels. Karuten. Ja, ik ben van West-Vlaanderen, dus af en toe zal er wel eens een West-Vlaams woord tussen zitten. Even terugplanten. Ik denk dat ik hier zal wonen. Het kleinste huisje is van mij. Alhoewel, ik heb geen deur. Oeh, of hier. Hier woon ik. Dit is mijn huis. Handig. Waar zullen we mee kunnen beginnen? Eerst bomen halen, want we hebben nog niks van hout. Daar is er een mooi stukje bos. En we kunnen dinges. Een axe, nee. Dan maar zo. Ja, mijn achievements staan momenteel uit. Omdat ik net een kleine hack, niet echt, maar allee, een klein hulpmiddel voor mij. Ik behoud mijn inventaris als ik doodga. Sommigen zullen het cheaten noemen, anderen noemen het gewoon handig of slim zijn, ja. Ikzelf doe het gewoon vooral omdat als ik bijvoorbeeld diamonds vind en alleen eens sterf ik dat ik ze dan niet kwijt ben, dat ik gewoon alles houd. Wat wel handig is. Zo. Ja, ik weet in het begin is het niet leuk. Allee, niet leuk. Is het gewoon wennen aan ja, hoe je doet en hoe je speelt en zo. Simon, dom. Dit moest ik hebben. Wat is dat? Een opgeladen kist. Ah ja, dat is met een. Met. Hoe noemt dat? Triggers. In Nederlands. Ja, ik heb meestal Engelse woorden die ik beter ken. Een redstone kist, om het zo te zeggen. Als je de kist open doet, gaat de redstone aan en kun je allerlei dingen mee doen. Dat is wel handig. Zo. Oh, Bapel. Bapel. What you doing here? Bapel. Bapel.
Appels zijn vooral goed voor ja, gouden appels te maken later als ik goud heb gevonden. Even, wacht, ik zal naar de wc. Nee, come back. Excuseer mij. Even een kleine krabboom. Nu is het niet leuk voor jullie om te kijken, weet ik. Dat is gewoon omdat je nog alles moet starten en kool en ijzer vinden. Maar een keer dat we allee, goeie, voldoende eieren hebben en voldoende goud en zo en diamonds, dan wordt het wel leuker. Kan je naar de Nether beginnen gaan en meer mobfights en allerlei dingen onderzoeken en verder gaan exploren. Want nu alleen af. Dicht. Nu is het niet echt tof, denk ik. Zelf heb ik daar soms ook moeite mee. En deze weg, deze weg, deze weg. Nee. Heb ik niet nodig, allee. Zo, en fakkels. Villagers, alsjeblieft. Aardappel, die zal ik ook wel nog planten. En meloenzaden, oh, die heb ik. Nice. De rest heb ik bij. Heb ik hier fakkels in mijn huis? Nee. Vanaf het nacht is zullen de villagers waarschijnlijk wel bij mij komen. Dit is eigenlijk een mooie uitkijkplaats. Normaal gezien, zou ik het doen? Ja. Normaal gezien link ik alle huizen met elkaar in een village. Begin ik bijvoorbeeld hier ergens te graven. Zo naar onder het huis. En dan naar binnen. Omdat ik dan, ja. Je kan dan van het ene huis naar het andere zonder echt veel problemen. Wishing well. Heb ook al gezien dat er paarden in de buurt zijn en zo, dus dat is ook wel al een pluspunt. Vanaf of we zaad iets vinden. Het is wel jammer, want de update die op de PC wel is hier op de PlayStation nog niet. Ik weet niet of die ook nog komt. Ik denk het eerder niet. Maar ja, je weet nooit. PG! Kun je erop rijden? Leuk. Aha, oké. Hey, dit is mijn huis. 18 terwijl ik heb al joh, ik heb nog wel teruggekomen. Zo, wat ging ik doen? Ah ja, zwaard maken. Maar nu hebben we nog niet echt veel eten. Zo. Ah, is het al nog van geworden? Oké. Dan is het goed. Dank u, Piggy. Mijn eerste levels. Oeh, spannend. Nu kunnen er al mobfights beginnen, maar. Allee, ik ben nog niet echt klaar ervoor, denk ik. Allee, ik bedoel, ik heb nog geen voedsel en ik heb nog geen armor. Allee, ik heb wel al voedsel, maar niet voldoende om echt te overleven. Oeh, schapen in de buurt, dat is altijd goed. Maar ik ga er nu niet achter. Allee, ik ga er nu niet om gaan, want. Anders heb ik een klein probleempje als ik ze tegenkom. Gewoon ja. Nu ga ik gewoon zorgen dat ik veilig zit. Dingen beginnen, zoals voedsel bakken en zo. Oh, feestje bij mij thuis. Oh, dat was niet de bedoeling, meneer, sorry. Ik heb hier wat gehad. Kijk wat al de villagers mee offeren. Vis, waar is die witte? Aha, hier ben je. Boek, ja, jij bent de duurste. Oh. Dat was even snel. Voedsel, wat heb ik daar? Appels.
Melch apples, gouden wortels, paddenstoelstoofpotje, koekjes. Koekjes kan ik maken. Meloen niet. Meloenzaden. Nee, heb ik. Pompoentaart, daar heb ik geen pompoen voor. Gisteren ben ik nog nooit eten. Blazepoeder heb ik ook niet. Dat is geen eten meer. Taart, suiker, brood. Ah, brood kan ik maken, normaal gezien. Armer nog niet. Mechanismen ook nog niet. Vervoer heb ik nog niet nodig. Oké. Heb ik nog geen steen zelf? Ja, toch wel. Waar zou dat bij zitten? Aha. Steen in de keuken. Excuseer mij, meneer. Zou u even weg kunnen gaan? Dank u. Nee, allee. Weg hier, weg. Onnozelaar. Weg. Ja. Nee. Waarom hebben die zo nodig hier staan? Nee, weg. Dan niet. Oh, dan. Maar dat is de enige plaat. Nee, weet je wat? Ik zet hem weg. Zo, mooi erboven. Ja. We zullen maar de houten wapens verbranden, zeker. En toen was er licht. Wow, zombies. Gelukkig moet ik ze nog niet aanvallen. Wow. Dat is het uit. Jij niet. Maar ja, oké, ze kunnen er niet, dus niet hoor. Eentje. Serieus? Eentje. Maar dat is beter dan niks. Gast, maar zo kan ik niet leven. Zo. Dank u. Ja, nu kan ik er eigenlijk niet veel aan doen. Oh, zijn we nu maar vier? Nee, nog altijd drie. Oké. Ja, ik heb niet veel te doen eigenlijk. Oh, wat is dat? Oh, nog een villager. Een naburig huis. Dat is mijn buurman. De Jos. Noem hem Jos. Daar zijn er nog zombies. Daar is skeleton. Eens kijken in de kist wat we allemaal hebben. Niks. Oké, handig. Onze boerderij. Wolf! Die kan ik gebruiken. Nu ja, dit is de eerste nacht. We zullen die wel overleven, normaal gezien. Maar we zien jullie volgende keer weer in de volgende deel. Dus ja, tot later.